De Lightliner 3 gaat de landing inzetten. Ik ben dat ter assistentie bij. Helikopter, we gaan hem opstarten naar een reanimatie. Sirene staat aan en wij zijn A1 vertrokken richting persoon neergeschoten. Politie ook hier nog niet ter plaatse. Zo, hoppakee, Lifeline 3 ter plaatse. En hoe? Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Varmore en vandaag ga ik jullie twee super gave nieuwe voertuigen laten zien. Voertuigen, ja, het zijn eigenlijk voertuigen. Eentje daarvan, die hebben jullie, nou ja, die hebben jullie misschien al eens gezien. Maar de andere die is echt net uit en dat ik ga ze gewoon laten zien. Ze staan wel, eentje staat verkeerd om, oeps. Maar goed, we gaan daar zo meteen heen. We gaan eerst naar de linker en dat is de nieuwe trauma helikopter, super vet. Hij is nog Duits, maar het is gewoon een leen trauma heli, want de Nederlandse, de Lifeliner, die is even kapot. Dus we lenen die van de Duitse collega's en dat wordt redelijk vaak, of niet redelijk vaak, dat wordt vaker in Nederland gedaan. Rotterdam heeft dat laatst nog gedaan. En als je kijkt naar ja, deze helikopter, die is veel beter dan de oude. Ik zal straks even de oude en deze naast elkaar zetten, dan ga je zien wat voor een lelijk ding die oude was. Deze zakt tenminste niet door die dingen. Voor de rest, ja, kijk nou, wat een prachtding. Gewoon 1-op-1 aangemaakt. Helaas kan dit ding niet open, maar hier ligt dus de brancard in de wervelschep, wervelding, brancard, spoedtassen. Alle deuren kunnen open. Oh ja, daar zie je de andere auto dus al. Maar dat is, daar gaan we zo in. En de derde man, die gaat niet meer met zijn benen hier naar buiten zitten, maar die gaat gewoon op deze stoel hier zitten. Dus deze, ja, een hele goede vriend van mij die is bezig met het skinnen van deze. Alleen hebben ze het heel flauw gedaan. Kijk, nu in beeld zien jullie bijvoorbeeld als je een ambulance wilt skinnen. Dat is nu in beeld. Nou, op zich kun je zeggen het is inkleuren en klaar. Maar daar dacht Topmods, de eigenaar van deze ADAC Lifeline, ja, trauma helikopter, anders over. En die dacht, laten wij niet één, maar laten we er vier maken. En laten we niet één skin voor bijvoorbeeld de zijkant maken, maar laten we gewoon de zijkant verdelen over vier skins. Dan moet je je voorstellen dat de A, de D, de A en de C staan hier. En de A, de helft van de D, die staat dan op de... Dus bijvoorbeeld tot en met de helft van de D hier. Dat staat op skin 1. En dan ga je de andere helft van de D en de ene helft van deze A heb je weer op skin 2. En op skin 3 heb je de ene helft van de A. En op skin 4 heb je de C. Dat is echt ontzettend moeilijk. En hij wou het proberen. Ik heb gezegd van ja, als het niet is dan pak ik gewoon deze Duitse. Hij is geel en ik hoor iets. En daar is nog een ADAC. Hij is geel en hij mensen snappen tot het de trauma helikopter is. Er staat ook 1 en 2 op. Ja, en soms moeten we doen maar... met wat we het hebben. En dan kunnen jullie nog zo denken van ja, fuck jou, ik wil een Lifeliner zien. Maar ja, dan kan ik gewoon teruggaan naar die oude en die is spuuglelijk. Dus kies maar zelf. Maar ik ben in ieder geval super tevreden met deze en ik heb er vertrouwen in dat het hem gaat lukken. Alleen dat duurt wel heel lang. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is deze zieke Volvo XC90, ook van het MMT. We zijn dus vandaag de Lifeliner 3 en het MMT van Nijmegen, de 08903. Dat wil zeggen de Lifeliner 3, ja die is kapot. Dus we hebben even de leen traumahelikopter van de Duitse collega's net over de grens bij Nijmegen. En dan is dit de auto van het MMT. Stel het is in de buurt, even deurtje dicht. Stel het is in de buurt en we moeten, ja het is echt maar 100 meter rijden, dan kunnen we net zo goed de auto pakken in plaats van opstijgen en landen, want dan ben je al 3 keer daar geweest met de auto. Dus dit is de auto, Volvo XC90, ook 1-op-1 nagemaakt. En de skin is ook 1-op-1 nagemaakt. Vind je een mooie skin? Wauw, dat kwam even slecht op mijn woorden. Doe dan even blauwe duimpje omhoog. Bij 300 blauwe duimpjes wordt deze skin gereleased door mij op mijn GTA 5 mods account. Dus dat is deze. Dus de Volvo XC90. MMT en dan hebben we nog de trauma heli en ik ga je wel even een fotootje van maken. Dit heeft geen zin, aan first person kun je geen foto's maken, dat is jammer. Maar goed, ik vind hem echt, ik vind hem zo gaaf en die Volvo vind ik ook helemaal te gek. Wacht, hij moet 3 seconden, dus dan laten we hem even. Ondertussen ga ik de melding aanzetten.
We ontvangen nou meldingen en dat ja, dit is de rescue mod. Dus dat betekent wel dat we echt maar we krijgen nu een melding. M supervisor 1 respond to a cardiac arrest. Address is Bridge Street. Be advised FD on scene. Ja, daar gaan we met de heli heen. Sorry Volvo, we gaan je zeker nog gebruiken, maar we gaan nu even met de heli. Reanimatie FD is on scene. Wat stond er? Brandweer is al te plaatsen. Ja. Zo ver en bij een reanimatie telt elke seconde. Dus heren, check even of alles het doet. Kijk, hij stapt daar zo in. Hij zal niet zijn deur dicht doen. Maar daarvoor hebben wij de vehicle options en de... vehicle door, window menu en dan doen we gewoon close all vehicle doors. Wij zitten helemaal compleet. Wij gaan opstijgen. Lichtjes aan. Lifeliner 3 stijgt op. We hebben de route bekeken. We hebben bekeken waar we eventueel wat een goede plek is om te landen. En ik denk dat we daar in dat park wel kans maken. Of een goede kans hebben om te landen. Nu is het ook zo dat die Duitse collega's van de ADAC, niet van deze, die landen soms echt op plekken dat ik denk echt van what the fuck doen jullie. Maar niet negatief, maar super vet gewoon dat ze daar landen. Dus dat gaan wij ook doen. En dat gaat mij zeker lukken, hoop ik. Nou, ik was even aan het kijken. Even snel de opname gestopt om even te kijken of mijn opname wel aanstond. Want dan kun je dan zien de opname is opgeslagen. Maar nu is de opname weer gestart. Dus dat is mooi. We zijn er bijna. We gaan eerst even een rondje vliegen. Dat is in ieder geval het park. Ik zie de brandweer al staan. Dan ga ik hem hier waar we nu overheen vliegen. Ga ik hem neerzetten. Dan ga ik niet zo'n rondje maken, maar dan draai ik hem even zo. De Lifeliner 3 gaat de landing inzetten. Rekening houden met de palen, met dingen die weg kunnen vliegen, mensen die er lopen. Die twee die zullen flink wat wind nu krijgen rechts van mij. En die vrouw al helemaal die hier nu onder mij loopt. En dan nog kijken. Zo. Lifeliner 3 ter plaatse. Nou ja, ik ben nu dus een beetje alles wat ik... al vaker heb gezegd, ik ben de piloot, ik ben de chauffeur, ik ben de verpleegkundige, ik ben de arts, want hun doen niks. Supervisor one, show me on scene. Heren, goedemiddag. Ik ga even snel dit aanzetten voordat hun mij aanvallen omdat ik tegen ze oploop. Hoi, jullie zijn gestopt zie ik. Oké, dan ga ik het overnemen. We gaan kijken, we gaan de monitor aansluiten. Heeft iemand een verhaal wat er is gebeurd? Ik ga luisteren. We gaan eens kijken. Ga een ambulance sowieso deze kant op, maar ja, dat is logisch. Want ja, een ambulance vraagt meestal MMT op. Zo niet, dan is het gewoon standaard protocol tot MMT meevliegt. Maar meestal zijn de ambulances toch wel sneller te plaatsen dan een lifeliner. De persoon is dood. Geen hartslag meer, volledig niet meer. Normaal moet je dan zeker doorgaan met de reanimatie, maar nu heeft dat bij deze mod geen zin meer. Ik kan nu uren blijven compressies geven, maar ik ga toch niks doen. Dus ik ga de reanimatie opgeven. Ambulance is ook te plaatsen. Maar goed, ik als arts mag de dood vaststellen en bij deze heb ik de dood vastgesteld. Dus het heeft geen zin meer. Slachtoffer is overleden. Tijdstip, geen idee. 17:40. Hoi.
Wij gaan weer door. We wachten nog even. Nou, we kunnen wel. Nee. We wachten nog even met de status door te geven. Want als ik de status nu doorgeef, een updateje geef van de status, dan geeft hij me meteen een nieuwe melding. Dus we vliegen even terug. En dan gaan we. Hoe heet het? Dan gaan we kijken of we een melding met de auto kunnen doen. Want ja, we moeten natuurlijk beide gaan doen. Misschien tot een wat langere video wordt. Tot we zoveel met de ambu. Of zoveel met de auto en zoveel met de heli kunnen gaan doen. Lekker veel dus. Nee, dat hoef ik niet. Oh, dat is de radio. Hij wil me heel graag dat ik update. Wij gaan richting een vliegveld. Zo, wij staan. M supervisor 1, show me available. Patiënt was overleden, meldkamer en wij. M supervisor 1, respond to a person shot. Address is San Vitus Boulevard. Be advised, PD is responding. Dat is ook zo ver, hè? Maar goed, we zullen gewoon afwisselen. Nu pakken we de auto. Politie is ook onderweg naar een persoon neergeschoten. Wij rijden ook mee A1. Rechts vrij, links vrij. Hier kneuren we gewoon doorheen, want dat ding dat gaat toch niet open. We beter gewoon er doorheen rijden in plaats van heel langzaam er tegenaan en heel veel krasjes krijgen. Lekker mooi blauw heeft deze Volvo. Oh. En hij... rijdt lekker hard. Even concentreren met die auto. Je wil nergens tegenaan rijden en die voertuigen doen soms zo'n rare dingen, die burgers. Sneller gaat eruit, iedereen heeft mij gezien. Bliep. Bliep. Nou ja, mijn telefoon. Zie ik met de auto bijna ook snel hoor. Ik wil ambulance op de locatie hebben voor het geval dat ze die niet hadden gestuurd. Oh, die rijdt echter hier. Oké, doei. Politie rijdt ook mee. M supervisor 1, PD is not on scene. Please stand by. We mogen pas ter plaatse gaan als de politie daar is. En die staan recht voor mij. Dus het is even wachten tot ze gaan rijden. Op dit moment lijkt het alsof ze vaststaan.
Dat ze gas geven met de handrem of dat hij nog eens een park staat of zo. Of dat ze de rem nog in gedrukt houden. M supervisor 1, show me on scene. Ja, je kunt uren blijven wachten, maar ja, ze komen niet. Ze staan daar vast of zoiets, dus ik ga maar gewoon naar het slachtoffer toe. Kan toch niks gebeuren, hoop ik. Goed, de plaatse persoon zou neer zijn geschoten door iemand. Ondanks dat het gebied niet helemaal veilig is, maar de politie komt niet, gaan wij het toch wel hier proberen op te lossen. Dus ja, qua medisch kunnen we het wel oplossen, tenzij die dood is. Maar qua veiligheid, ja, dat is dan even een puntje waar we de volgende keer rekening mee moeten houden. Maar ik kan, ja, dan moet ik de melding afronden of laten gaan. Omdat de politie niet komt, maar dat is ook zonde. Dat zullen we wel vaker meemaken. Maar met die tijd dat we daar hebben staan wachten, weet ik zeker dat hij dood is. Even kijken, ja, dood. Ik ga dan niet uren reanimeren, dat heeft gewoon echt geen zin. Ik kan echt gewoon blijven drukken op die spatieballen, maar ik kom niemand tot leven. Dus dat betekent, ja, dat ik toch niks meer eraan, ja. Waarom zou ik dan wachten als ik... Hoi, jullie mogen nog eens kijken, maar ik zal eens meekijken. Hoi. Ik ben er ter assistentie bij. Hij stopt. Ook hij wil nog even zelf de bevestiging hebben dat het geen zin meer had. En dat snap ik ook heel goed, want het had ook geen zin meer. Want ja, als een 8 zegt, dan, ja, dan klopt het meestal wel. Wij gaan richting de post slash heli standplaats slash vliegveld gewoon. En dan zie ik jullie graag zo meteen weer. Ik kan niet de hele rit daar naartoe filmen. Dat heeft geen zin. Dat is een beetje saai, denk ik. Tot zo. Goed, en daar zijn we weer. Een nieuwe dag. De nacht is rustig gebleven voor ons. We zijn naar huis kunnen gaan. We hebben wat geslapen en we zijn weer terug. Ja, voor de rest, eerlijk gezegd, heb ik het liever dag. Dus ik heb even snel naar dag gezet. Ik heb even de oude lifeliner ernaast gezet. Maar moet je kijken, man. Ik bedoel... Ja... Ik moet wel zeggen, ik had misschien wat overdreven dat die spuug lelijk was. Maar kijk nou. Kijk die. En dan kijk dit mooie ding. Gewoon de kleur alleen al. De details hier. Die lamp. Dat, ik weet niet wat dit is. Het logo. Ja. Ja, kijk dit gewoon al. Snap je? Dus die zetten we weer even ver hier vandaan. We zullen hem even op de pet hier neven zetten. Hier nee. Dat is eigenlijk typisch dialect. Hier, hiernaast zetten. Goed. En wij zijn weer inzetbaar. Of wij zijn inzetbaar. Goedemorgen, meldkamer. Wij zijn klaar voor de dagdienst. En we zien de meldingen wel verschijnen. M supervisor 1, respond to a cardiac arrest. Address is Equality Way. Be advised, person not breathing. Oké, okay. We hadden net de auto gepakt, dus pakken we nu de heli weer. Helikopter, we gaan hem opstarten naar een reanimatie. Lampjes aan. Startup is goed. Ik zie die helikopter soms ook zo taxi. Ik doe het helemaal verkeerd hoor. Maar of ja, niet hoe het hoort. En ik zal vast de richtlijnen. Ik snap de richtlijnen daarvan niet, dus ik weet niet hoe het hoort. Maar goed. We
We zijn gevraagd om even via de baan op te stijgen. En dat komt goed uit. Want we moeten toch daar rechts zijn. En aangezien dit een opstijgbaan is, kan vandaar niks komen. Alleen op de andere baan kon iets komen. We hebben dus een reanimatie. Ja, dat is een beetje standaard. Ook al is het geen reanimatiemelding. Je moet toch reanimeren. Dus we gaan even kijken wat we daar aan gaan treffen. Waar het precies is, of het veilig is. Als het niet veilig is, ga ik ook niet starten met de reanimatie. Dus zo te zien op het strand. Daar ligt iemand. Recht onder mij. Zo, ter plaatse Lifeline 3. Ja, waarom zet ik hem helemaal hier neer? Omdat ik niet wil tot al het zand rondom hem wordt geblazen. Supervisor 1 requesting PD on scene. Graag ambu, politie, etc. ter plaatse. Mooie jondeertrekker, dat wel. Hallo, wat is het verhaal? Ja, dat kan ik wel vragen, maar er is geen verhaal, want niemand kan praten tegen me. Tenzij mevrouw wel gewoon, mevrouw wel gewoon wakker is. Maar dat is niet het geval. We gaan luisteren naar de ademhaling, kijken wat we hebben. Beoordelen van het hartritme. En dat geeft meer duidelijkheid dan luisteren, voelen, etc. Supervisor 1 requesting EMS on scene. Die zal wel dood zijn natuurlijk, dus dan, oh, die leeft. Dan gaan we niet meer reanimeren, dan gaan we nu gewoon zorgen, we gaan intuberen. En dat is via een buisje de keel in. Om te beademen, want ze ademt niet, ze heeft wel een hartslag. En het is belangrijk dat je dan helpt met de ademhaling. Door de middel van intuberen. Ambulance komt als het goed is zo meteen ter plaatse. Ik moet zeggen, slachtoffer is wel flink aan het opknappen. En nu komt het onlogische gedeelte, we helpen de overeind, dat kan natuurlijk niet als je na een reanimatie... Daar is de ambulance. We gaan mevrouw overdragen aan de ambulance. Het was niet echt een lifeline opmelding. Ik geloof wel dat standaard protocol is als iemand is verdronken tot lifeline er meekomt. Maar aangezien het, ja, ik denk niet, was niet helemaal nat en zo. Dus we gaan niet mee. Dat betekent dat de arts niet mee hoeft in de ambu. Normaal gaat de arts met de ambu mee. Meestal dan, tenzij de slachtoffer met de heli gaat. Maar stel, we gaan met de ambu mee, de arts. Dan gaat de piloot en de verpleegkundige vliegen naar het ziekenhuis om daar de arts op te halen. Maar dat hoeft nu niet, want ja, ik kan niet mee. En hun kunnen sowieso niet mee, want ik zou niet weten hoe ik hun daarin zou moeten krijgen. En sowieso, als je nu achter die ambulance zou aanrijden, die gaat niet naar een ziekenhuis. Die rijdt maar ergens heen. En ja, voordat jullie vragen waar vervoeren met de heli, dat gaat ook niet. Dan moet je de, voor de helikopter heb je ook meldingen. Dat is melding van, zeg eens even snel. Melding gevallen parachute of vermiste parachute. En dan zit je daar eerst een uur te zoeken naar die parachutist. Vaak vind je hem nog niet. En dan als je hem eenmaal hebt gevonden, ja, dat is een reanimatie. En een melding gewoon reanimatie. Dus je vliegt dan wel naar alleen maar melding cardiac arrest of naar missing parachute. Dus daarom pak ik altijd de supervisor. Daarom hoor ik M supervisor 1 of zoiets. Dan krijg je gewoon alle meldingen, maar dan gaat de GTA er al vanuit dat je niet kunt vervoeren. Dus dat is wel een voordeel. En met de helikopter weet ik ook niet of je kunt vervoeren. Ik geloof als je de helikoptermeldingen aanneemt, dat je ook gewoon
een ambulance ter plaatse vraagt op het moment dat jij start met de reanimatie. Want dat hoor je ook, hè. Op het moment dat ik de E indruk, of de spatiebalk, dat ik start met de reanimatie, vraagt hij ambulance on scene. Dus ja. En waarom doe ik dit niet met de Los Santos Rescue Division mod? Omdat ik die al lang niet meer heb gespeeld en die vind ik heel crashgevoelig bij de ambi. Dus ja, dat ook. Ik dacht, deze is in principe goed om even met de lifeliner en even met de auto te spelen. Klaar met de melding, wij zijn weer vrij patiënten overgedragen aan de ambulance. Supervisor 1 respond to a person shot. Address is Mad Wayne Thunder. Doctor be advised. Oh. PD is responding. We mochten er niet eens uitpraten of ze zei al ja, jullie mogen door naar een persoon neergeschoten. Slippende mandjes, gaan wij vertrekken. Rechts vrij, links vrij. Oh. Kijk, dit is zo zonde, hè. Dan ga je zo al die krasjes krijgen. Dan kun je beter gewoon volle snelheid eroverheen. Of erdoorheen jatsen. Trainer staat aan en wij zijn A1 vertrokken richting persoon neergeschoten. Politie ook hier nog niet ter plaatse, dus hopelijk komen ze hier wel ter plaatse. We moeten rechtsop. Links, links, links. Linksop. Zie je dat de auto nou blijft staan? Ja. Niet toeteren. M supervisor 1 PD is not on scene. Please stand by. Kon nu de politie wel dichterbij komen, geloof ik. Of nee, toch niet? Ja, ik ga hier niet nog uren op wachten. Hij staat gewoon stil. Fout van de mod. M supervisor 1 show me on scene. Is hier een overval gaande? Ja, dan hebben we pech. Maar ik zie niemand verder. Hallo. Hoort u mij? Nee dus. We gaan eens luisteren en reanimeren, want dat is standaard. Hoef ik jullie nu niet meer uit te leggen. Eén. M supervisor 1 requesting EMS on scene. 5, 6, 7 en we stoppen er eens mee. Hij gaat vanzelf door. We hebben 74 hartslag, dat is perfect. Adem alleen niet. Zij ademt alleen niet. Dat betekent dat we even moeten intuberen en dat zijn we nu aan het doen. En dat ben ik nu aan het doen alleen, want hun helpen toch niet. Ambulance is al ter plaatse, kijk eens aan, dat is service jongens.
klaarmaken voor vertrek voor de ambu. Kijk eens aan, alsjeblieft, voor jullie. Hoi. 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 Alsjeblieft, gaat alles goed? Ja, zeker joh. Alsof er niks gebeurt, hè. Kom. Waar, oh, ik wou zeggen, waar we onze heli ook alweer gedropt. Maar we zijn met de... Hey. Hey. Piepo. Ik wil 5 tacos. Nee, wij gaan terug en ik... pak nog 1 melkje heli. En dan vind ik het mooi geweest. Dus ik zie jullie zo meteen als wij met de heli weer een melding aan gaan nemen. Tot zo. Meldkamer, één slachtoffer overdragen, ambu, wij weer op luisteren. M supervisor 1 respond to a MVA address is Del Perro FWY. Kijk, dit zijn de meldingen. Hier gaan we het verschil maken. Een auto-ongeluk op de snelweg. Nou, we gaan kijken of we daar een mooi landingsplekje kunnen gaan vinden. Wat een uitdaging, maar wel leuk. Even goed en dan gaan we hoogte maken zodat we niet het hotel inboren. Speak op de kaart hoor. Oeh, dat is een kutplekje. Dat wordt lastig, maar goed. Namelijk echt hier gewoon tussen alles in. Hier is een heel groot punt, een brug. En dan heb je hier de brandweerauto samen met de Vito. En dan het ongeval. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga hem gewoon op de snelweg pleuren. En dan helemaal links. Moet de politie maar de snelweg dichtgooien. Ja, tuurlijk joh. Ga aan de kant dan. Ga eens door. Zo, hoppakee, lifeline 3 te plaatsen, en hoe? Hey, je mag er omheen rijden anders. M supervisor, one, ja, show me on eens kijken, reanimatie na ongeval, oké, ik neem het over collega, of ga vooral zo door bedoel ik. Ik ga met je meekijken of ze ademhaling heeft, of ze hartslag heeft. En dan ga ik de verwondingen en zo verzorgen en de problemen verder bekijken. En dan kun jij doorgaan met de reanimatie. Ik druk 1 keer op spatiebalk. Ik bedoel 2 keer. Zodat ik in beeld kan zien. Nee, ik... goed dat je stopt inderdaad. Je hebt het zelf al gezien. Ze is helaas overleden. Dat betekent dat ik de reanimatie ga staken. En tot wij een doodsverklaring gaan opstellen. En de lijkschouwer. Of hoe dat ding ook heet. Ik vergeet het nog steeds. Sorry. Vergeef mij daarvoor. Ik kan niet alles weten. Even denken, en die gaan we dan laten komen.
Goed. Ja, wij vliegen terug naar de plek waar wij zijn begonnen, het vliegveld dus. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, of jullie een hele leuke video vonden. Jullie mogen nog kijken hoe ik daar naartoe vlieg. Er zal echt dan niks gebeuren. Jullie kunnen natuurlijk wel mijn zieke vliegskills gaan bekijken en mijn zieke landing skills. Maar ja, ik snap ook als je zegt van ik ga nu afsluiten. Voor de mensen die wel nog kijken, ik zeg alvast tot over 2 dagen bij een nieuwe video. Doe dat blauwe duimpje omhoog, 300 likes dus, komt een skin online van de MMT auto. En ik zal niet meer veel zeggen tijdens de vlucht daar naartoe. Dus kijk erbij risico. En een dikke shout-out naar de personen die het helemaal af hebben gekeken. Shout-out naar iedereen die nog keek. Tot de volgende. Doei.